Goedenavond, dit is het TV Enschede Nieuws van dinsdag 1 november. Met vandaag, neurologen waarschuwen voor slaapproblemen door social media bij jongeren. En gastenstop bij woongemeenschap De Wonne. Maar dat straks. Eerst, de gemeente Enschede wil tot na de orde geen zaken meer doen met de Noorse Broeders. De gemeente Enschede heeft een aantal keren de Usseler School gehuurd van de Noorse Broeders voor vergaderingen. Nu de streng christelijke geloofsgemeenschap onder vuur ligt, omdat jonge kinderen zouden zijn ingezet bij werkzaamheden voor bedrijven, wil de gemeente even geen zaken meer doen met de gemeenschap. Het is aangegeven van we willen een tijdelijke stop om deze locatie te gebruiken waar we op dit moment zijn. Wat vindt u van die... van die uitspraken en ook die gedachten van u? Ja, die vind ik lovenswaardig. Ik heb die vergadering heb ik bekeken op internet. En dan vind ik het zeer correct hoe de gemeente Enschede daarmee omgaat. En begrijpelijk dat daar een vraag over gesteld is. En ook heel correct hoe met die vraag wordt omgegaan. En dat men gewoon gaat onderzoeken, klopt dat allemaal? En hoe zit dat in elkaar? En daar zijn we blij mee. Ik heb graag dat ze ons onderzoeken tot op de bodem en kijken hoe wij werken. En dan komt het tevoorschijn hoe we werken. En dan geloof ik dat de gemeente blij met ons is. Ik kijk voor het hele interview op onze website www.tvenschedefm.nl. En een gastenstop bij woongemeenschap De Wonne. Dit omdat een kwart van de bewoners veel langer verblijft dan de bedoeling is. De verbouwing van De Wonne zorgde ervoor dat veel bewoners zelfstandig konden blijven wonen. Dat was niet helemaal de bedoeling. Iedereen moet opnieuw een handtekening zetten onder de overeenkomst voor een tijdelijk verblijf en de huishoudelijke regels. Er worden even geen nieuwe bewoners meer toegelaten. Waarschijnlijk is dit voor een periode van 3 tot 6 maanden. En het gebruik van sociale media vlak voor het slapen gaan kan ernstige klachten geven bij jongeren. Enkele honderden van hen komen er jaarlijks mee in een Twents ziekenhuis terecht. Neurologen van het MST en ZGT schatten het aantal Twentse jongeren dat jaarlijks slaapproblemen ontwikkelt door het turen naar het blauwe scherm in de avonduren op minimaal 200. In werkelijkheid kampt een veel grotere groep hiermee. De artsen spreken van de onderschatte aandoening waarvan de gevolgen groot kunnen zijn. Pubers van zo'n 16, 17 en 18 jaar die nog maar 3 tot 4 uur slapen per nacht. En dit soms maanden achter elkaar, met schoolverzuim tot gevolg. De artsen hebben een duidelijk advies, ban de smartphone uit de slaapkamer. En Willemien Haverkamp wordt de nieuwe burgemeester van Tebergen. Dat is maandagavond bekendgemaakt tijdens de raadsvergadering van de Noordoost-Twentse gemeente. Haverkamp is nu nog stadsdeelmanager van Enschede Noord. Haverkamp wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van Tebergen en ze wordt in januari geïnstalleerd. De ministerkerk aan de Stadsgravenstraat, voorheen discotheek Revelation, staat leeg. En huurder Harry Lindeman heeft plannen. Die zijn nog niet helemaal definitief, maar hij laat ons alvast een schets zien van wat hij van plan is. Het is heel lang discotheek geweest. Eerst de Zevende Hemel, daarna heet het Revelation en de laatste 4 maanden zelfs nog een skihut. Mei vorig jaar liep het huurcontract met de Grols af. En toen dacht ik bij mezelf, dit is misschien wel een mooie gelegenheid om dat pand eens een keer aan te pakken. Weet je, het was heel dicht, het is altijd helemaal gesloten geweest. En het was voor de discotheek prima, maar ik dacht van, die markt voor de discotheek is een beetje geweest. Dit is eigenlijk het oude kerkgedeelte. Dus waar we net stonden is de oude pastorie. Oorspronkelijk waren deze muren gesloten. Toen ik het verbouwd heb in 1998 was dit een caféfunctie met een open haard en wat loungeachtige... En dit was eigenlijk disco gebeuren. Ja, dit is natuurlijk al een blikvanger, hè? Dat giga grote raam. En het glas in lood, wat we weer terug hebben gekregen. En ik moet zeggen, dat hoorde ik net ook al van die glas in lood atelier die dat gerestaureerd heeft. Het schijnt echt uniek te zijn. 1 en 1 is 2, ik heb even tijdig geen huren. Ik kon in samenwerking met de gemeente en de provincie een subsidie krijgen voor het opknappen van de buitenkant. Ik dacht van misschien moeten we dan de zaak maar eens aanpakken. En ik heb toen samen met architect André Beumers mooie tekeningen gemaakt, gebaseerd op hoe die kerk er vroeger uitgezien heeft. Dus eigenlijk, wat je nu aan de buitenkant ziet, is eigenlijk zoals die kerk er in 1897 uitzag. Dat is mij wel een beetje na aan het hart. Ik wil wel heel graag daar iets in hebben wat een verrijking is voor Enschede, voor het horecaaanbod van Enschede. Ja, het mooie van het gebouw is, weet je, het heeft hoogte. Het is niet waanzinnig groot, dus het is ook al heel snel gezellig. En het heeft een beetje menselijke maat. En het leuke is natuurlijk, je hebt de mogelijkheid voor een
terrasje aan de voorkant. Je hebt de mogelijkheid om een hele mooie binnentuin te maken achter. Dus ja, een uniek pand. En meer over dit onderwerp morgen in de Twentse krant Tubantia. En dan nog het weer. Het is vrij bewolkt met af en toe wat lichte regen. Vannacht wordt het 4 graden. Morgen blijft het wat fris met 11 graden. De komende dagen daalt de temperatuur naar 9 graden. Het wordt bewolkt met af en toe zon. Tot zover het TV Enschede nieuws van dinsdag 1 november. Na het NOS nieuws in 60 seconden kunt u kijken naar de Vrije Republiek Twente, waarin Jan Mededorp deze week Jaap Peerling ontvangt. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.